Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kun je er iets uit halen voor je eigen gameplay of voor op het veld. Ik zal vandaag starten met Willem 2 tegen FC Groningen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren en laat ook een like achter voor deze video. Een warm welkom allemaal vanuit dit stadion. We hebben ideale omstandigheden en een prima grasmat. Het commentaar bij deze wedstrijd komt, zoals gewoonlijk, van Sjoerd de Vos, dat ben ik, en Jeroen Guter. En het duel dat we uitzenden is er één in de Eredivisie. Het is Willem II en ze ontmoeten FC Groningen. Deze wedstrijd belooft veel, hoor Sjoerd. Dit zijn twee teams die het in zich hebben om er echt iets van te maken. Nou, en dan zijn wij normaal gesproken ook op ons best. Van zo'n schot is de doelman niet onder de indruk. De ruimte ingestuurd. De speler werkt de bal naar voren. Blijft aan de bal. De bal op weg naar de tweede paal. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Bal naar de andere kant. FC Groningen bouwt aan een aanval. Bal gelijk terug. En weer in balbezit. En dan een voorzet vanaf de vleugel. En daar zit een tegenstander tussen. Ja, een schot. No problem. Geen probleem voor de doelman. Gevaarlijke steekpaas. Nou, dat zag er uiteindelijk gevaarlijker uit dan het was. Bal onderschept. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. Bal veroverd in de eigen 16. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Net buiten bereik van een teamgenoot, dus een inworp voor de tegenstander. Kijk eens naar de ruimte. Gaat Willem II daarvan profiteren? Op de vleugel. Redding van de keeper. Corner voor het doel gebracht. Die kopbal dwingt de keeper tot een redding. Ja, dat is waar, maar wel een eenvoudige redding. Zwakke bal. Belangrijke mededeling voor de supporters van de bezoekende ploeg. Uw stoel dribbelt verder richting doel. Er zit iemand tussen. Direct druk zetten, dat werkt hier. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. De ruimte. Gaat Willem II daarvan profiteren op de vleugel. Die bal had veel lager ingespeeld moeten worden. De bal raakt hem en gaat uit. Hij probeert naar binnen te komen. Dat was oppassen. En een aanval van de Tilburgers. Ze profiteren van deze paas. En die bal is voorlopig weg. Re-
redding, maar de bal blijft in het spel. En het is een goal! En de gelijke stand is van het bord. Ja, het is al met al een wat onfortuinlijke carambolage. Hè? Bij de eerste inzet zit die keeper er nog prima bij, toch, zie je het? Ja, en daarna komt de bal toch weer in het spel en dan gaat hij erin. De score is geopend, het is 1-0. Nog steeds in aanval. Ja, en dat is gewoon een strafschop. De gifbeker lijkt nog niet leeg te zijn. Ja, het ging natuurlijk al niet echt naar wens deze wedstrijd, maar er komt dit er ook nog eens bij. Die sliding is inderdaad niet volgens de regels uitgevoerd. Kunnen ze hier nog verder uitlopen? Vanaf de stip en dan gaat erin. Deze is gewoon niet te houden. Kijk maar hoe je hem schiet. Laag, hard in de hoek. Daar kun je als keeper eigenlijk niet bij. De tegenstander. Is dit de aansluitingstreffer? Jans. Er wordt gefloten voor buitenspel. Slechts 1 minuut blessuretijd en dan wordt er afgefloten. Mike de Wierik. De paas lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Daar sluit de scherm. Hierbij gaan we de rust in. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. We gaan gauw door naar de tweede helft. Ik zou zeggen, kijk gerust mee tot het einde. Willem 2 aan de winnende hand in het eerste bedrijf. Wat zal de tweede helft brengen? Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Daar is dan toch het gevaar. Paats tegenhouden, hij heeft hem van zo dichtbij op het doel gewerkt. Oh, wat zat hij er goed bij, zeg. Snel, heel snel, bliksemsnel gereageerd op die inzet. En we wisselen weer van balbezit. Hij speelt hem slim. Dat is een gevaarlijke steekpas. Het had best iets kunnen worden hoor. Maar ja, zoals Johan Cruijff al zei. Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je of te vroeg of te laat. Ja, dat is eigenlijk wel een van zijn mooiste uitspraken. Goed geanticipeerd op die pas. Hij zit ertussen. Door de tackle gaat de bal uit. Inworp tegen. Komen ze hier dichterbij? Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Het wordt gegeven bij de tweede paal. Het gevaar is even geweken, maar de scheidsrechter geeft wel een hoekschop.
De trainer stuurt hem het veld in en hoopt dat hij in het restant van de tweede helft voor de ommekeer kan zorgen. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Nee, er zit iemand bij. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Door die tackle is hij die bal kwijtgeraakt. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Nu dan misschien. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Ze krijgen een nieuwe, fitte speler. Die misschien in deze tweede helft nog voor de ommekeer kan zorgen. Zet verder door. Nee, zo niet. Die aanval krijgt geen vervolg. Bal ingeleverd bij de tegenstander. Ziet er veelbelovend uit. Ontstellend. Wat een zwakke doelpoging. Van zo'n afstand mag je toch iets meer verwachten. Ja, dit was een abominabele afronding. Maar ik denk dat de doelman het niet erg zal vinden. Voor hem, dit moet een doelpunt worden. Balbezit naar de tegenstander. De bal komt tegen een speler aan. Inworp. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over. De laatste fase. Larsen. Hij schiet hem. Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Hij let goed op en onderschept die paas. Een hele belangrijke verdedigende actie. Prima. Goed hoe hij ertussen zat. Kijk eens wat een ruimte. Gaat Willem II daarvan profiteren. Op de vleugel. Schitterende redding. Die bal van zo dichtbij. Die gaat er normaal gesproken gewoon in. Ja, dat doet hij gewoon bijzonder knap, zie je het. Hij blijft goed naar de bal kijken en reageert dan ook adequaat. In het midden van de 16. Goed geblokt dat schot. De doelman verdedigt zijn doel. Ja, daar is hij voor, hè. Larsen. Bal naar de andere partij. Nog steeds op weg naar het doel. Lekker doelpunt. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. En dan die bal, ja. Die had de keeper best mogen hebben. In de korte hoek, maar hij zit. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Ga daar zomaar in. Het spel gaat verder naar die redding. Hij werkt hem weg. Komt steeds meer naar voren. Die bal is een makkie voor de keeper. Een inworp voor de tegenstander, want die paas kwam net niet aan. De coach lijkt te gaan wisselen. Nummer 11, Mo El Hakouri. Daarvoor in de plaats komt... Door die actie is hij de bal kwijt. Hij weet te voorkomen dat hij pas zijn eindstation bereikt. 2 minuten blessuretijd. Mogelijkheden voor een counter. Maar dan zijn ze de bal kwijt. Aanval afgelopen.
Daar klinkt het laatste fluitje. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. Voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.